Welkom bij deze speciale uitzending van de historische verfilming van het Surinaamse passiespel, zoals dat 63 jaar geleden in Paramaribo werd opgevoerd. Het eeuwenoude en meeslepende verhaal van het lijden van Jezus Christus aan het kruis werd destijds door de Surinaamse schrijver Albert Helman bewerkt naar een alledaagse Surinaamse volkse setting. Door Albert Helman werd de nadruk gelegd op de diepe invloed die het christendom heeft gehad op de veelkleurige culturen die in de kolonie Suriname bijeen werden gebracht. Het stuk werd in 1960 13 maal opgevoerd door 400 amateuracteurs in een speciaal daarvoor gebouwd openluchttheater aan de Anton Drachtenweg. De hoofdrol van Jezus Christus werd afwisselend gespeeld door Piet Bolwerk en Manuel van Gonter. Piet Bolwerk overleed in 2022 op 87-jarige leeftijd in Nederland. Over zijn opmerkelijke en zeer avontuurlijke leven is een biografie geschreven door auteur Marcel Larosse. Bij de research voor dit boek werd in het persoonlijk archief van Bolwerk deze verfilmde versie van het Surinaamse passiespel ontdekt. Het moet een van de laatst overgebleven kopieën zijn. De film geeft een prachtig beeld van de voorbereiding en opvoering van het spel. In deze verfilmde uitvoering speelt Piet Bolwerk de Jezusfiguur. Piet Bolwerk was archeoloog, museumdeskundige en destijds directeur van het Surinaams Museum. Veel leerde hij ons over de vroegste geschiedenis. Hij was groot kenner van de Maron en de inheemse gemeenschappen. Marcel Larosse beschrijft in het boek met de titel Piet Bolwerk, hoeder van cultuurhistorie op twee continenten, hoe Piet Bolwerk deel uitmaakte van een progressieve voorhoede in de Surinaamse jaren 60, die gekenmerkt werden door de groeiende bewustwording bij het volk en opkomst van het streven naar onafhankelijkheid. Onder druk moest Bolwerk uit de kolonie vertrekken. In Nederland had hij alsnog een schitterende carrière in de museumwereld. Van zijn zoon Robert Bolwerk hebben wij deze unieke film mogen ontvangen. Laat je meeslepen met de prachtige historische beelden en door dit indrukwekkende verhaal. Dag, ma. Dag. Is mijn hem staat klaar, ma? Nog niet, jongen. Wat een haast. Nou jongen, hier heb je. Altijd heb je zo'n haast. Ik moet mijn kaart nog halen. Dag. Welke aanklacht brengen jullie tegen deze mensen? U, spreek, ben jij de koning der Joden? U zegt het dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren. Nog een keer, Piet. U zegt het dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren. Harry, hoe zou jij dat nog zeggen? Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen. Iets meer ruimte zou hier ook leven. Kan dat? Leven door te sterven? Ik ken het. Land verlost zelf. Wanneer één het lijkt. Ja, maar dat meen je niet. Zou je het zo niet kunnen zeggen?
dat je dan verlost te slapen. Wanneer één het leven op zich heeft voor allen, dat ben jij. Dus jij bent een deftig dienstmeisje, terwijl jij juist omgekeerd veel meer een... Oh, je moet je kaart halen, hè? Ja, juffrouw. En wacht even. Hier, alsjeblieft. Oh, en denk om mij ook 10:30. Ja, dat is waar. In zo'n gemene wereld als waarin. Hij zegt dat hij de Messias is. Hij noemt zich koning der Joden. Hij geeft zich uit voor de verlosser. Ben jij de koning der Joden? Hij ruit ons volk op. Oproer, als de Messias. Mijn koninkrijk is niet van deze. Hey, hallo, hey. Vrijzeren! Wat stel jij voor? Bedelaar of dood? Ze hebben die haar niet voor een dolle laag. Ja, dat is een vele dier weer. Goed zo. Mooi. Ja, nog een keer. Jullie stil. Stil. Jij alleen. Barabbas! 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 Michel. Ik ben de eerwaarde Bilhon, particulier secretaris van de hoge priester Caiaphas. Voor de zoon van God, 40 zilverguldens, een koopje. We willen erbij zijn. Hij zal die bedrieger kraken. Zijn dat nou schoenen voor een hoge priester?
Wat een nacht, mijn God. Wat een nacht. Drinkt allen hiervan, want dit is het bloed van mijn verbond. Ik zal geen wijn meer drinken, tot de dag dat ik opnieuw met jullie drinken zal in het rijk van mijn vader. Meester, ik zweer, ik ken die mens niet. Vervloekt zal ik zijn. Oh, wat een mooie koning. Wie van de twee willen jullie dat ik loslaat? Barabbas of Jezus, de zoon van de Christus? Ik ben onschuldig aan dit bloed. Denk er wel op. Vooruit, vooruit! Naar de schedelplaats! Prijs hem! Lucht! Help hem toch, help hem toch! Dat kan ik niet. Maar is het Simon, uit het district, uit Tirene. Ha, die is Simon. Goed zo, help hem maar. Oh, toch. Van Jeruzalem. Huilt niet over mij, maar huilt over jezelf en over je kinderen. Vooruit maar weer! Opschieten! Jongens, prima. Goed zo. Het gaat reusachtig. Beste vrienden, dankjewel. Tot de première. Kijk, hij wil niet drinken. Afschieten, afschieten! Reizig en vlug! Vredaars en mendelingen zijn het allemaal. Mens, wie bedoel je? Ik weet het niet. Was de zoon van God. Listen to the lambs all crying. Listen to the lambs.
We gaan allemaal naar huis. Ieder naar zijn eigen woning. Ieder met zichzelf alleen. En we kunnen inkeren tot onze eigen ontdekking van God. De een in grote visioenen. De ander in de kleine wederwaardigheden van het dagelijks leven. Maar overal, elk van ons alleen. Want to go to heaven when I die. Eindelijk gaat die lelijke baard eraf. Zonde, hij stond hem juist zo aardig. Maar als het passiespel in 1963 weer gaat, is hij al lang weer gegroeid. Dan zijn wij al lang getrouwd. Dan zal alles nog veel mooier zijn.